Jammer ik! Dagelijks HD. Wat is het koffiezetapparaat als je hem nou hebt? Koning, hoe gaat het? Ja, best goed. U heeft het al twee weken goed volgehouden, moet ik zeggen. Lekker bakkie. Hij is leeg. Ik dacht een bakkie thee van Mama Tijger. Maar twee weken gaat u wel goed vanuit, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, dankjewel. Ja, ja. Het is gezellig. Ja. De sfeer van het volk is beter dan ooit. De economie gaat omhoog. Moet je luisteren hoe tevreden ze zijn. Ja, mooi. Koor en kraai, die moet nog even dood. Kraai, ik ben een kraai. Maar dat over dat koffie en thee, dat fix ik nog wel. Milieuvervuiling. Oh. Dat wil ik niet in mijn koninkrijk. Wilt u het even weggooien daar dan? Daar, in het gat. Laat u het verdwijnen. Wow, magier, hé. Hey. Maar ik had hier in touw nog een of andere geweer of zo van die andere dude. Ik heb geen idee van wie het ook weer was. Ronald. Dat was namelijk... Hij heet gewoon Ronald. Ronald, oh, ja. Ik was de naam weer vergeten, maakt niet uit. Maar u doet het redelijk goed. Je bent een fijne koning. Ik moet wel even zeggen dat ik... Kan je die vakantie van die man niet eventjes dat uitstellen? Die andere koning, weet je wel? Kunnen we dat regelen? Ja, maar die macht heb ik niet. Want jij had mij hulpkoning benoemd. Ik zei van, ik kan gewoon koning zijn. Ja, maar Jezus, man. Ja, dat, maar Jezus. Je bent zo word, gaan word ik geroepen? Elkaar. Wat? Word ik geroepen? Wat? Oh. Wat? Hallo. Wat is dit nou weer? Jezus? Ja, mijn zoon. Riep je mij? Jezus. Jezus is wel machtig. Ik ben heel Hij machtig. Kan het misschien regelen. Ziet u dit kruis? Dat is een mooi kruis. Dat is echt goud. Oeh. Echt goud? Echt goud. Van alle gesmolten ringen van mijn ex-vrouwen. Zo. Die is wild geweest. Echt goud. Maar Jezus. Heeft u de kracht om onze huidige koning, dit is een nep koning trouwens. Ik bedoel, wat? U bent de echte koning. Bent u wel de echte koning? Ja, dit is de echte koning. Nee, ik ben een hulpkoning. Nee, de echte hulpkoning. Met de echte kroon. De echte hulpkoning. Welke van de drie koningen is hij? Pardon? Dit is een religiegeintje. Ik weet hem. Welke van de drie koningen is hij? Welke van de drie koningen bent u? Die ene met die... Judas. Judas was geen koning. Nee, weet ik. Trek die naam niet uit! Hij heeft mij verraden! Ik ben al twee keer doodgegaan en opgestaan door die jonge man! Twee keer? Drie keer! Jezus! Ja? Ja, mijn zoon? Riep je mij? Laat maar over die macht. Het interesseert me allemaal niet meer. Wat komt u hier eigenlijk doen? Ik kom mijn kroon bemachtigen die mij rechtvaardig behoort. Maar je hebt al een kroon. Ik kom een nieuwe kroon bemachtigen die rechtvaardig bij mij hoort. Ruiler? Dat is wel makkelijk eigenlijk. Dat is wel heel snel gedaan, jongens. Zo makkelijk gaat het allemaal hier niet. Zo is de aflevering zo. Ja, riep je mij? Zo is de aflevering heel snel voorbij. Daar hebben we geen zin in. Oh. We moeten hier echt een challenge aan verzinnen. En ik denk... Oh, mijn zoon. Dat ik wel weet... Jezus. Ja. Wat een leuke challenge is. Ja, maar Jezus, weet je wel, laat maar. Wat is er, mijn zoon? Waar gaat u naartoe? We gaan een battle doen. Ja. Die bestaat uit drie rondes. Degene die er twee van de drie wint, die bekronen wordt tot koning. Of oppergod, weet ik veel. Oppergod, wat ja. Oppergod? Goed term. Dus dat vind ik wel mooi, hè? Ja. We beginnen gewoon met de eerste challenge. Oké. Dat is wie het vaakst in de roos kan schieten. Welke roos? De vriendin van Namnaard. Vriendin van Namnaard? Ja. Inderdaad. Of bedoelt u deze mooie roos hier achter u? Oh, holy shit! Wow! Maar Jezus! Jezus! Ja? Weet je wat? Ja. We gaan wel gewoon beginnen. Oké, mijn heren, ik heb deze prachtige, mooie, hele mooie geweer. Ik geef hem aan de koning. U mag natuurlijk als eerst, ik ben natuurlijk de huidige koning. U mag zo meteen daarop schieten. We hebben een hele mooie oude vrouw. Een hele mooie, schattige poes. En natuurlijk een hele mooie killer clown. Wat doe jij op de muur? Dankjewel dat je me schattig noemt. Dat vind ik heel lief van je. Je mag zo meteen op plaatjes gaan schieten. Ja. En als je een plaatje überhaupt raakt, krijg je één punt. Maar als je binnen de cirkel raakt, dus op het hoofdje... krijg je dus 5 punten per schot. Oké. Okay. Hoeveel minuten hebben we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 of 10, 1 van de 2. Geen idee. Zal je zo direct wel zien. We zien vanzelf. Zoveel minuten heb je. Dan mag je lekker schieten en we gaan kijken wat de score is. Okay. En doen we hetzelfde natuurlijk bij u. Dat klinkt goed. En degene die uiteindelijk het meeste punten heeft, die wint de eerste ronde. Duidelijk? Dat is Sir Duik, mijn zoon. Komt ermee, Heer Jezus. Oh. Dank u. Begeleid uw God naar buiten. Dank u wel. Je bent de zoon van God.
Get your facts straight. Oh. Meneer Koning, met als allereerst natuurlijk. Ja. En een beetje goed in mikken. Ja hoor. Ja, zeker? Ik jaag altijd op herten. Oh. En dergelijke. Ja, interessant. U mag op deze... Pardon? Wat? Hè? Huh? Wat? Niks? Niks. Oké. Okay. Ga de gang. In 3, 2, 1. Go ahead. Oké. We gaan op voor het omaatje. Die was eronder. Goed wapen dit, lekker kort. Die was raak. Voor de poes. Oké, okay, dus. Kan ik... Okay. Was die in de cirkel? Ja toch? Die was in de cirkel. Mooi. Clown. 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 Kan dit ding eens even normaal doen? Oeh, dit is mijn laatste kogel al. Blim. De heer Koning, ik weet hoeveel punten u heeft. 6. Nee, 7. Oh, 7. 7. Oh. 7 punten. Mooi, dat is best wel netjes. Ja, netjes. Zeker niet verkeerd. Netjes. Dat is natuurlijk nog de heer Jezus. Jezus? Nee, Jezus, zo is er even niet. Riept u mij mijn zonen? U bent... Riept u mij mijn zoon? Nee. Okay. U bent aan de beurt. Duidelijk. Oh, lief, wat leuk. Wat moet ik doen? Hij heeft 7 punten. U mag zo meteen precies wat doen, hè? Ja, is goed. Oh ja, secretaresse. Secretaresse. Komt hij uit de hemel vallen? Secretaresse, wilt u dit even oprapen? Mijn kroon. Ze doet het ook nog echt. Dat is het mooie ervan. Heer Jezus, ik heb, heeft u überhaupt ooit een geweer afgevuurd? Nou, toen ik nog leefde, hadden wij alleen maar stokjes en stenen. Dan is dit een hele leuke opgave voor u. Wat is dit voor ding? Ja, zoek het zelf maar uit hoe het werkt. Oh. Zometeen moet u dus op het plaatje schieten. Ja. Niet in het gezicht, dat is gevaarlijk. Oh, arme plaatjes. Als u op het plaatje schiet, 1 punt, binnen de cirkel 5 punten. Duidelijk? Dat is heel duidelijk. Gaat uw gang, haal Bomashoga. Oké, ik ga eerst even bidden voor de plaatjes. Arme plaatjes. O, papa in de lucht. Ik hoop dat hij over mijn schouder heen kijkt. Plaatjes, het spijt me. Dit is alles voor de kroon. Oh, ik! Ja, maar ik, die was compleet mis. Dan gaan we. Op het omaatje. Ja, maar ik. Oh, mijn haren zijn te modieus. Wie heeft dit vertoefde wapen uitgevonden? Nou, maar even poetsen natuurlijk, hè, want we moeten het natuurlijk even gebruiken. Dank u wel, mijn zoon. Ik ben heel goed met vingers in gaatjes doen namelijk. Dat is te zien, mijn zoon. Ja, ik denk dat, dat het nu wel goed is. Is dit beter? Zal ik even één keer voor je proberen? Dat mag. Kijk, bam, 1 punt voor u. Dit is 1 punt voor u. Dankjewel, alsjeblieft, ga maar verder. Dat is een goede host. Ik hou wel van hem. Oké. Okay. Ja, maar Jezus, die was in de cirkel. Die was in de cirkel? Ja, dankjewel. Ja, maar ik. Clown, die is in mijn fiets. Maar dit telt niet, hè? U heeft hem niet goed schoon gepoetst. Sorry. Op je knieën! Dankjewel, mijn zoon. Gaat uw gang. Sorry. Daar gaan we. Wat? Mijn zoon, u heeft hem niet goed schoongepoetst. Komt u hier? Dankjewel, dat moet al werken. Ja, ik zal er wel bij blijven. Ja, maar dat moet u nou weer niet doen, meneer. Nee, niet? Nee, hij zit goed. Gaat u van. Ja, maar wat doet u nou? Ja, een pijltje, wacht. Geef me een momentje. Ik wil 3 keer opnieuw schieten. Want ik ben de Heere Christus. Ja, u mag 3 keer schieten nog. Gaat u gang. Is het klaar? Ja. Oké, bent het? Ja. Zie je die clown? Ja, ik zie die clown. Oh, die was raak. Maar niet in een cirkel, maar wel raak. Goed zo. De poes was ook raak. De poes was ook raak, ja. Heel goed, ja. Maar... Nee, de laatste ging weer mis. Jemig. Die mag opnieuw. Komt u maar. Oh. Hoe werkt dit voor duivelse automaat? Ja, u moet even 2 keer het doen. Ja. Kom op, laatste. Kom op, raak. Jezus, voor mijn vader. Jammer ik. Jammer ik. Oh. Ja. Gaat gang. Niks aan de hand. Ja. Koning. Oh, ja. Koning, hebben we u nodig? Trouwens, u bent deze ook verloren. Oh, ja. Dankjewel, mijn zoon. Ja. Perfect. Oké. Okay. Ja. Ik heb de score bijgehaald. Ja. Wat was uw score? 7. 7, inderdaad. Wat denkt u dat voor score heeft? Ik denk wel 10. 10? Ik denk dat ik wel 10. Dat is zeker weten wat minder. Oh. Wilt u alsjeblieft niet aan Jezus en baard? Niet aan Jezus en baard. We zitten ook niet aan uw baard. Ja, maar Jezus, een echte koning heeft een baard. Maar. Was uw baard? Meneer Bus, een lichtjaar? Hieronder. Ik heb geen baard nodig. Gee. Maar, wat denkt u van de score had? 10? 10. Inderdaad, minder. U hebt 8. Oh,
Maar wat? 8. Oh, maar ik! Ja, wat is er mijn zoon? Wat is er mijn zoon? Nee, niks. Oké. Okay. Ja, maar ik! Dat is fantastisch! Dat betekent een tweede challenge. Oh, oh, oh. En nu gaan we niet. Natuurlijk met de gun. Gaan we ouderwets terug. Met pijlen en bogen. Kijk, dat is wel dat is meer van zijn tijd. Ja, ja. Dat is wel mijn terrein, ja. Zeker. Laten we het maar even gaan doen dan, hè? Ho, ho, ho. Niet zo bij mijn leuten zitten, meneer de koning. Dat doen we wel na de opnames. In ieder geval... Pardon? Wat? Hey, meneer de... Dat staat niet in het boek geschreven, hè? Nee, inderdaad. Okay. Heb jij hem gelezen? Ik heb hem geschreven, mijn jongen. Heb jij hem geschreven? Samen met mijn vader natuurlijk. Waarom denk je dat ik zo'n prominente rol heb natuurlijk in dat boek? En een boek over zichzelf gegeven. Wel egoïstisch. Nou, moet ik zeggen. Autobiografie. Het is een autobiografie. Dat kan ook. Gebaseerd op waar gebeurt het. In ieder geval... Ik heb hier 3 mooie pijltjes. Ik heb hier een mooie boog. Zometeen mogen jullie alle 2 mogen jullie 3 keer schieten. We hebben hier ook prachtige mooie dingen waar we op kunnen schieten. We hebben de kleine Coco daar. We hebben een mooie knuffel van www.linktegen.nl. Die kan je kopen. We hebben een pop. Die heel mooi opgemaakt is bij een geven en nemen. Ook een hele leuke serie. Die kan je ook kijken. Hartstikke leuk. We hebben een mooie kwak. En we hebben een Bastion Overwatch Hovi. Waar je allemaal op kan schieten. Jezus, zijn elo in Overwatch is bijna 3000. Smiley 1 punt. Coco 1 punt. Bastion 1 punt. Knuffel 2 punten. Pop 3 punten. Kwak 4 punten. Ja, maar uw knuffel is veel makkelijker te raken dan Coco. Waarom krijgen we dan 2 punten voor uw knuffel en maar eentje voor Coco? Omdat je die kan verkrijgen op www.linktegen.nl. Link staat in 9. Ja, oké. Okay. Hij is van kwaliteit. Koningin, maar beginnen. 3 kogels heeft u, dus moet u zelf bepalen wat u gaat schieten. Kogels. Kogel. Pijlen. Mag zelf bepalen waar ik schiet. Voor de kleine puntjes die misschien wat makkelijker zijn. Of misschien de wat moeilijkere die wat meer zijn qua punten. Ja. Dat. Een vraag, mijn zoon. Moeten de objecten van de tafel af of moeten ze alleen geraakt worden? Moeten van de tafel. Maar de pop is onmogelijk er vanaf te schieten. Hou je bek. Okay. Ik bedoel, pak mand. Zo tegen de god van de wereld. Pak mand. We gaan weer. Veel plezier. Dank u wel. Meneer de koning. Succes, meneer koning. Haha, voor nu. Meneer de koning, u mag gaan in 3, 2, 1 en begin maar. We gaan voor www.linktijger.nl. Die ging er rats overheen. Boog niet meer geoefend sinds Namnaar de koning was. Ja, maar dit is toch ongelooflijk? Koning, rustig, rustig, rustig. U bent een beetje gestrest, denk ik. Die knuffel, die lacht er nu uit. Ziet u dat? Die hem lachen? Ja, hij geeft zelfs ook een knip aan. Ja, dat kan je. Jezus! Jezus, raak ik 10 punten. Oké, ik masseer u. Goed concentreren. Masseer me even. Oké. Wegwijzen! Oké. Steenknuffel. Pardon? Ik geloof in de hart van de kaarten dat je neergaat. Krijg toch de tering. Ik ben boos. Meneer koning. Ja? Het is wel heel erg, maar ik kan wel iets. Ik ben natuurlijk de koning, hè. Jezus heeft dit allemaal niet gezien. Wat nou als ik u even nog één pijl... Meneertje daar. Kunt u even 1 pijltje gooien naar mij? Met een mooie shirt van dagelijks hier. De ene is er niet ingeknipt. Hier, u heeft nog een pijltje over. Oh, ik heb een pijl. Nog een pijl. U kunt natuurlijk nog even raken. Kom op, u kan dit, ja? Ja, oké, ga maar, ga maar. U kunt dit, meneer de koning. Rokkejakkewakke, what the fuck was dat? 1 schot, maak het. Ja, maar Jezus. Ja, mijn zoon. Ja, maar Jezus. Riep jullie mij, mijn zoon? Jezus. Riep jullie mij? Hallo? Ja. U bent aan de beurt. Oh, hoeveel punten moet ik verslaan? Wat is zijn score? Heeft hij gepresteerd? Want een ja, echte koning... hij heeft heel goed gepresteerd. Een echte koning beschermt natuurlijk zijn land. Ja, echt. Heel goed. Ja, ja. Ja, heel goed. Toch? Ja? Wat is uw score? Bent u er trots op? Zeg het maar. Zeg het maar gewoon. Wat is uw score, meneer koning? Helemaal niks. Ik heb niks. Maar dat is fantastisch nieuws! Mijn bestaan is leeg. Dat is fantastisch nieuws. Ik heb niks om voor te vechten. Nou, als je toch voor een milieubewust koninkrijk. We zeggen yes we can. Dan I hope it's gonna be great. Meneer, ik vind het erg jammer voor u dat u uw koninkrijk niet heeft kunnen beschermen. Maar wilt u alstublieft plaatsnemen in de voyeuren? Want dan kan Jezus even laten zien. Jezus, wat heb je een accent? Maar ik kom toch uit het jaar 0? Dan praten ze toch gewoon heel anders, man. Ja, ze praten wel een beetje vreemd, ja. Gewoon een beetje broodje aan met... broodje aan met Jezus. Hallo. Meneer Jezus. Ja, hallo. Ik heb hier voor u... ik heb 2 pijlen, er is eentje kapot gegaan. Wat? Maar nee! Ja, maar u bent zo goed. Is dat waar? Je bent geweldig. Maar ik hoorde van mijn engelen dat onze heer koning 4 keer mocht schieten. Nee, dat is niet waar. Hij had ook maar 2 keer kunnen schieten. Echt waar. Is dat waar? Ja. Dat is waar. Is dat waar? Waar. Dat is waar. Ik geloof de koning op zijn bord. Help me even. Het zit vast in mijn haar.
Hij zit vast in mijn haar. Help me even. Mijn zoon. Help Jezus uit. Laat me zitten. Mag ik beginnen? U mag beginnen wanneer u klaar voor bent. Oh, shit. Ik leg mijn twee pijlen even aan de kant. Ik heb zoveel vertrouwen in deze wedstrijd dat ik gewoon blind erin ga. Zelfs zonder kroon. Ben je er klaar voor? Ik heb gewonnen. Ik had er maar één pijl voor nodig. Dat is waarom ik de zoon van God ben. Ik ben zelfs blind. Ik had vertrouwen in mijn engelen. Koning, komt u hier. En geeft u mij uw kroon. Uw kroon. Uw mantel. Uw mantel. Laat mij maar. Ik zag het niet. Ik zal u missen. Dat was geweldig. Ja, maar ik! Ja. Ik heb tot niet de hele dag. Ik moet koninklijke dingen doen. Bespreken. Dit voelt goed. Dit voelt rechtvaardig. Dit is de mantel en de kroon die ik altijd al heb moeten hebben. Ik heb mijn vetestrik diploma nooit gehaald, dus... Mijn zoon, u bent een mislukkeling voor deze aarde. U heeft mij toch op deze aarde gezet? Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Okay. Je zet mislukkeling op de aarde. Onder andere. Dat verklaart wel het... Dat verklaart wel het games. Nou, laten we nu praten over mislukkeling 304. Dankjewel. Ja. Buig voor mij, uw nieuwe koning. Koning Jezus. Buig voor mij. Nee. Kom op, man. Nee, ik wil niet. Geef me je buslaatje masker. Geef hem. Nog gewoon een beetje heel ver, hoor, dit. Ja, dat gaan we. Dat is mijn enige identiteit. Rennen! Wachters, grijp die man! You shall never catch me alive! Hij is gevlucht, meneer de koning. We zullen schandalig. We zullen heel veel wachten aan opsturen. We zullen aan de leeuwen voeren. Dat is beter. Dat je bent wel de nieuwste koning. Zeker. Maar wacht. Ja? Mijn engelen fluistert iets in mijn oor. Ja? Dit is niet de echte kroon. Een of andere nar, man. Je vakantie is voor 3 weken. Volgende week is hij terug. Ik ga voor de echte kroon. Waarom geef je mij deze neppe kroon? Hè? Komt Waarom er nog... verraad je Jezus? Volgende week bent u terug? Ik heb denk ik een probleempje. Uit mijn ogen! Tot volgende week! En haal de echte koning! Doe het even omhoog. Ik daag hem uit. Volgende week. Doei. Kut! Alles kut! Alles is kut! Alles is kut!